Ik weet één ding nu al zeker. Hans Klok is niet de vader. We zijn hier in boerderij De Vreugdehoeve, waar deze week wel maar liefst 500 lammetjes geboren gaan worden. En al een paar zijn geboren. Dat komt omdat Hans ons voor het lapje heeft gehouden. Hé, hey, mooi hè? Bij de eerste screening kwamen er dus 170 drachtige schapen uit. Ja, waanzinnig, voor één ram 170 zwangere schapen gemaakt. Dus jullie dachten, dat is een hele actieve ram? Ja, het is een bijzondere ram. Dat was sowieso ook een hele bijzondere ram. Het kan niet anders dat die ram, die gesteriliseerd zou zijn, ja, die deed het nog. Waar ben je nu naar aan het kijken? Nou, dat schaap, daar, die daar staat daar, die stond er heel erg met zijn rug om. Ik denk, het zal toch niet zo zijn dat jullie live nu gaan zien dat een lammetje geboren wordt. Dat zou geweldig zijn. Ja. Ik weet één ding nu al zeker. Hans Klok is niet de vader. Net geboren en nog niet voor de spiegel gestaan. En toch als wat oogjes. En eens wat neusje. Wat zal dan de vader zijn? Die zwartnaas, hè? Papa, oh, daar komt de tweede uit. Nou, we hebben in ieder geval ervoor gezorgd dat we couveuses gemaakt hebben, zodat ze, dat ze daar goed melk kunnen geven. Zorg dat je genoeg mensenhanden hebt, hè, dat je handjes hebt om te helpen. En wordt Hans de ram nu alsnog gesteriliseerd? Nee, we laten hem zijn klokkenspel nu houden, zeg maar. Hij is op leeftijd. En ik heb nog twee andere rammen die gesteriliseerd zijn. En dus, ik ben hem ook niet echt.